De dag zit er bijna op. De jury heeft 11 kandidaten geselecteerd. Wordt Greet de 12e? Haar vriend Jo zal haar alleszins steunen. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. De laatste kandidaat, ik hoop dat jullie nog wat energie over hebben. Oh, nog heel veel. Ja. Alles voor u. Ik ben Greet Buitenhart. En recent heb ik een bedrijfje opgericht, Mucci Frozen Yoghurt. Het is voor de verkoop van frozen yoghurt in België. Wat is frozen yoghurt? Frozen yoghurt is eigenlijk een gezond alternatief voor traditioneel ijs. Gezond waarom? Het is gemaakt op basis van verse natuurlijke yoghurt. Het gezondheidsaspect is een heel belangrijke troef van frozen yoghurt. Maar daarnaast is er ook nog een tweede aspect. Namelijk, wij willen het graag serveren in een aantrekkelijke omgeving. Heel jong, hedendaags, leuke zomerse kleuren, leuke happy feelings, heel goed positief gevoel. Greet lijkt het goed te doen, maar Jo heeft er minder vertrouwen in. Als ze zenuwachtig is, dan praat ze veel sneller en dan staat ze ook meer verkrampt. Dus ik hoop dat ze dat binnen nu niet aan het doen is. We hebben ons dikwijls afgevraagd van waarom? Waarom is het nog niet in België? 2 jaar geleden ben ik het samen met mijn vriend tegengekomen op reizen in L.A. We hebben dan gedacht van we brengen het mee naar België en we richten het hier op. En we hopen dus in die zin de eerste te zijn die frozen yoghurt als product op de markt brengt. En als je de eerste bent, dan ben je natuurlijk de trendsetter. Wat kan mislopen? Wat kan er mislopen? Er hangt veel vanaf. Ja. We gaan de eerste zijn in België die met dit product naar buiten komen. Ongetwijfeld volgt er zeer snel concurrentie. Het is een nieuw product, het wordt zeker een hype ook in België. Wij zitten met dat idee, maar misschien dat er verschillende mensen ook dat idee hebben. En als ze het ineens zien in België en ze zien dat dat aanslaagt, dat er waarschijnlijk heel veel andere mensen ook datzelfde product gaan kopen. Wat ga je doen in de winter? In de winter gaan we ook een aantal warme producten verkopen die enerzijds met het verse fruit en anderzijds ook gerelateerd zijn aan frozen yoghurt. Wie zijn je concurrenten? Want je zegt, op dit moment, bij mij weten of het moet zeer recent zijn... Er zijn 2 winkels in Hasselt en Brussel. Ik weet dat het op een zeldzame plaats in België al verkocht wordt, maar dat is enkel het product. Er is nog geen... merk neergezet van frozen yoghurt zoals dat moet je het wilt neerzetten. Welke basisinvestering, Greet? Waarover spreken we? We hebben een financieel plan opgesteld, of ik heb een financieel plan opgesteld voor de komende 3 jaar. En de komende 3 jaar is dan ingerekend dat we 7 shops zouden openen. En die basisinvestering gaat rond de €240.000. Dank u wel. Ze zal ongelooflijk content zijn, maar beheerst als ze buiten komt als we het hebben. En als we het niet hebben, dan zal ze enorm teleurgesteld zijn en dat zal ze veel duidelijker laten blijken. Lijkt me een heel goed initiatief, dus een dikke ja. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Als we maar kunnen lekken. Allemaal kunnen lekken. Dan zijn we gelukkig, joh. Als we maar kunnen lekken, zijn we gelukkig.